Wat nou als je pleegmoeder kanker heeft en je wilt helpen, maar je weet niet hoe? Nou, daar zit ik dus mee en dat kan je dus checken in de nieuwe weekupdate. Tirza zit in haar tweede week op haar nieuwe school. Ze heeft al veel nieuwe mensen ontmoet, maar nog niet iedereen. Hi. Hi. Kan ik u helpen? U bent mevrouw de Jong, toch? Ja, zeg het eens. Hoe betrapt kun je kijken? En toen ging ze net doen alsof er niks aan de hand is. Dan heb je gewoon wat te verbergen, hoor. Godverdamme, wat is dit? Wat doe jij? Deze balletjes smaken echt heel vies en ze zien er ook al raar uit. Misschien is het wel kattenvlees. Kattenvlees? Het klinkt misschien raar, maar vanochtend heb ik de Jong betrapt op het voeren van zwerfkatten. Waarom betrapt? Nou, ze deed heel stiekem. Dus het voelt net alsof ik er betrapte. En nu denk ik dus, was ze de katten wel aan het voeren? Of was ze misschien aan het lokken? Waar was je al die tijd? Ik was bezig, want... Kijk. 6 vermiste katten. Allemaal aan de beurt van de school. Oh. En hier heb ik de posters gevonden. Nou, een van die katten van jou gisteren, van die posters, die is dus al lang terecht. Dus die zit helemaal niet in de soep. Oké. Maar de andere 5 dan? Gingen ze allemaal zo doen dat ik meer onderzoek had moeten doen naar die vermiste katten. Maar er waren er nog 5 niet gevonden, hoor. Ja, jij. Jij mag dus de komende 2 weken iedere middag uit school je even bij mij komen melden. Ik heb echt heel veel leuke schoonmaakklusjes voor jou. Waarom? Wat denk je zelf? Denk je dat je daar gewoon mee wegkomt, hè? Mij een beetje lopen zwart maken. Ik heb iets nieuws ontdekt. Vertel, ben benieuwd. Ik twijfelde of ik het wel moest vertellen. Want ze geloven me waarschijnlijk toch weer niet. Maar als je de waarheid over iets weet, dan mag je dat niet voor je houden, toch? Naast de blikjes soep stonden namelijk blikjes katvoer. Van die brokjes in gelei. En die leken echt verdacht veel op de balletjes van de soep. Dus het was geen kattenvlees, maar kattenvoer. Godverdamme. Jij maakt me altijd zo misselijk met je vieze verhalen. Ik heb niet eens meer zin in mijn broodje. Haley gaat vandaag vroeger naar school omdat ze nog straf heeft na het incident met mevrouw Manuhua. Ze staat nu al een tijdje op Tirza te wachten. En te wachten. Hey! Ik heb een paar dagen geleden dus tegen Liz fiets aangetrapt. Maar eigenlijk meer als een geintje, omdat zij mij daarvoor ook iets had geflikt. Dus niet echt terecht dat ze nu zo boos is. Wil je misschien een lift? Wat denk je zelf? Ja, het is nog best ver lopen naar school. Ja, dan was het fijn geweest als ik een fiets had gehad. Ik vond het gewoon best wel gemeen van je dat je ons liet stikken die ochtend. En daarom is het toch ook niet zo gek dat we boos waren. Nou, de meeste mensen maken dan een rotopmerking, niet je fiets kapot. Ja, sorry, oké. Okay. Van sorry kan ik de fietsenmaker niet betalen, wat heb ik daaraan? Liz is dus eigenlijk best wel populair. Dat merkte ik in de klas ook al. En? Ja, het is toch super onhandig om net ruzie te hebben met een persoon die populair is. Ik dacht eigenlijk dat Liz een beetje een loner was. Blijkt iedereen haar aardig te vinden. Hé, hey, geldt die lift nog? Of... Want het is toch best wel ver van school naar mijn huis, dus... Of gelden die alleen maar voor de heenweg? Nee, tuurlijk niet. Kom maar mee. Heb je dus een lift aangeboden? Mm-hmm. Oh, ja. Ja, maakt dat nou uit? Gewoon raar dat je niks zegt. Wat is er net nog over? Ja, awkward. Dus die mensen tweeling die maakt nu zelfs ruzie. En weet je waarover? Achter mijn rug omdat dat kind aan het aanpappen bent. En er dan niks over zegt. Ja, het is maar een lift. Doe even relaxed. Nou, voor mij mag je haar een lift geven. Maar ik fiets niet mee. Ja, ga je nu even serieus weg? Ja. Je loopt tegen me te liegen en tegen je beste vriendin lieg je niet. En niet zeggen dat je het vergeten was om het te vertellen, want ik weet dat dat niet zo is. Ik wil gewoon niet dat Liz boos op me is, oké? Omdat ze populair is, zeker. En waarom vind je dat zo belangrijk? Ben ik niet meer goed genoeg of zo? Dat ding was net nieuw. En ik krijg een beetje het gevoel dat Liz die fiets zelf moet betalen. Dat is toch ook best sneu? Van wie is die fiets? Dit is dus die fiets waar Jaylin vanochtend zo om zat te zeiken. En deze kunnen we dus aan Liz lenen. Dat gaat Jaylin niet leuk vinden. Dat is ook precies de bedoeling. Het is een leenfiets. Want jullie hadden zomaar een extra fiets. Ik dacht al dat Haley rijk was, anders heb je niet zomaar een extra fiets te lenen. Ja, mijn zus heeft haar fiets dus bij mijn vaders bungalow laten liggen.
En het is toch niet alsof ze ooit daar op bezoek komt, dus je mag hem lenen. Oké. Okay. Chill. Thanks. Nouri heeft een behoorlijke baaldag. Baalweek eigenlijk. Hij is nog maar net begonnen op deze school en heeft niet bepaald een lekkere start. Denk je aan je proefwerk Nederlands morgen? Het is van het grootste belang, hè, dat je die goed maakt als je je cijfers een beetje wil ophalen. Oh, ik ben de hele middag op school, dus als je een proeftoets wil maken of iets dergelijks. Ik dacht, nieuwe school, hoe erg kan het zijn? Nou, erg dus. Op dag 2 riepen ze al dat ik onder niveau zat en kreeg ik een bak bijlessen. Kun jij mij niet helpen? Hoe dan? Als ik nou in de klas ga zitten met mijn telefoon, dan app ik jou de foto's van de vragen die ik niet weet. En dan zoek jij de antwoorden in het boek en dan app je die naar mij terug. Simpel, toch? Nee, liever niet, man. Als je ziet dat ik met jou aan het appen ben, dan ben ik net zo hard de Sjaak als jij. Kan ik je ergens mee helpen? Wat? Toch antwoorden nodig. Dan ben je wel echt lievelingspersoon van de hele school, ik zeg eerlijk. Ja, goed. En natuurlijk krijg je deze erbij. Dankjewel. Dan zeg ik dat jij een goed cijfer haalt. Top. Over de eerste 2 antwoorden die ik nodig had, deed Precious echt super lang. Ik had nog 10 vragen open, dat is allemaal jouw schuld. Ik kon er echt niks aan doen. Is dit je antwoord? Je kon er niks aan doen? Het duurde gewoon langer dan dat ik dacht, okay, die antwoorden staan niet allemaal op een rijtje of zo. En ik moest nog alles gaan lezen. Even met jou hebben over het proefwerk van gisteren. Je had bijna alles fout. Het is gewoon echt veel te veel werk om het allemaal goed te kunnen doen. En ik doe ook alleen maar half werk. Ik snap het alleen maar half. Dan wil ik dat je extra bijles gaat nemen. Hoezo extra? Ik krijg al zoveel bijles. Ja, en nog red je het niet. Nou, dat zegt mij dat je meer bijles nodig hebt. Zou jij Nouri wat bijles willen geven? Nouri? Ja, hij krijgt nu 3 middagen per week op school bijles. En dan wil ik graag dat jij aan het einde van de week met hem alles gaat doornemen wat hij nog steeds niet begrijpt. Ja, is goed. Nou, dat is een mooie oplossing, toch? Ze zit nu 2 weken op haar nieuwe school, waar ze het best prima vindt. Het enige echte minpunt is eigenlijk haar zus, die hier ook op school zit. Haley! Hallo! Is dat mijn fiets die op de schoolplein staat? Herken je eigen fiets niet meer? Ik bedoel, waarom staat mijn fiets hier op school terwijl die bij papa's bungalow zou moeten zijn? Ja, als je dat bedoelt, waarom zeg je dat dan niet gewoon? Mag ik de sleutels? Je hebt zitzussen, je hebt onwijze zitzussen. En dan heb je die van mij. Van waar heb je die scooter? Geleend. Ja, van wie? Stevie, als je dat per se wilt weten. Ja, dan kan je me wel zo aankijken, maar door jou moest ik hem lenen, want jij hebt mijn fiets gejat. Ja, je bent echt veel erger dan ik dacht. Mama en Stevie kopen je gewoon om en je hebt het niet eens door. Of je hebt het wel door en je vindt het gewoon heerlijk. Belde mijn moeder net toen ik die scooter wilde bekrassen. Ja, 3 keer raden waarom. Jaylin heeft natuurlijk weer lopen klikken over mij. Ik hoor net van Jaylin dat haar scooter bekrast is. En ze heeft het nu net ook op school gemeld. Maar ik denk niet dat wij een hele lange zoektocht hoeven te houden naar de dader. Mijn ma deed echt alsof het heel zielig was dat Haley niet meer thuis kwam. Maar het is echt gewoon haar eigen keuze, hoor. Daarom heb ik juist, niet alleen voor Jaylin, maar ook voor jou, Haley, nieuwe fietsen besteld gisteren. Hoezo kon mijn moeder vanmiddag niet gewoon appen? Net als ieder normaal mens. Dan had ik het gewoon gezien. Dus ik krijg een nieuwe fiets? Nee. Dat geld voor die nieuwe fiets van jou, dat wordt nu besteed aan het opknappen van die scooter. Haley is gewoon een hebberig rotkind. Ja, dat is de enige reden waarom ze dit allemaal pikt. Echt niet omdat ze het normaal vindt wat jij, papa, hebt geflikt, hoor. Het is pas 7:30, maar Farid is al een uur op en heeft ondertussen niet stilgezeten. Oh, schat. Kijk eens aan. Miranda heeft serieus de hele nacht overgegeven. Word ik vanuit mijn kamer. Niet dat het uitmaakt, hoor, dat ik wakker lig. Zo bedoel ik het niet. Speciaal voor je. Ai! Oh.
Hij was ook best ziek, toch? En heftig ook. Wat hij op jou dan? Wat mensen deden? Ja, ik vond het chill als mensen snoep kwamen brengen. Of huiswerk maakten. Of zeiden welke films het leuk waren. Maar wat had je dan? Ziekte van vijver of zo? Maar dat had echt iedereen bij ons op school. Ik had hersenvliesontsteking. Ik wist niet dat hersenen ook kunnen ontsteken. Was ziek en het leek erg. De verleden tijd is er omdat het voorbij is. Ik ben er klaar mee. Nou ja, hey, als we in deze grafstemming willen blijven, dan moet je het zeggen. Maar volgens mij heeft niemand er zin in. We moeten wat leuks doen. Wat zijn jullie van plan dan? Hebben jullie honger? Ja, man. Kom. Kom. Shit. Wacht. Wat doe jij, bro? Ja, wacht. Gooi die weg. Wat? Gooi die weg, alsjeblieft. Wat weggooien, bro? Dat is toch eten? Nee, doe het aan. Deze. Nee. Wat is ja, dit? Ja, Amanda. Is dat? Gek. Oi. Nee. Ah. Heel die prullenbak vis, man. Ik heb vrouw gehoord dat jullie je Engels en je biologie hebben gemist. En van mevrouw de Jong hoorde ik dat er een aantal buurtbewoners hebben geklaagd over jonge lui die aan het rondhangen waren en een rotzooitje van maakten. We zullen het zo opruimen, meneer. Doe geen moeite, dat is al gebeurd. Door mevrouw de Jong. Jullie kunnen erop rekenen dat er nog een straf volgt. Waar sloeg dat op vanmorgen? Ik begrijp echt niet dat je uitgerekend dit moment uitzoekt om problemen te veroorzaken op school. Er is al genoeg gaande, toch? Ik wil gewoon dat je vanaf nu beterschap belooft, ja? Dus geen gespijbel meer, geen gedoe, geen geruzie.